Deze gaan we op Schiphol. Ja. Even je schudden. Daarmee gaan we op een slurf. Nee. Loot allemaal verteld. Ja. Zijn wij aangekomen? Gracias, wat is dit voor een... Hier, jongens. Plek gevonden, hè? Dan. Oh, nee. Dan. Gevonden, dus we zien het niet vinden. Lekker warm, ja. Kom boven, ja, ik weet het ook gezellig. We gaan samen heen. Wij zijn de Belinda's van Belinda's en wij gaan op vakantie met het vliegtuig naar de zon toe, jongens. Waar precies? Dat gaan jullie later deze vlog zien. Ja. Wij zijn ondertussen aangekomen op Schiphol. We hebben de auto geparkeerd. Ik moet wel zeggen dat het wel perfect weer is om naar de zon op vakantie te gaan. Want het regent buiten. Dus we hebben gelukkig wel onze dunne jasjes mee. Want daar waar we naartoe gaan is het 22 graden. Oeh, dus daar kunnen we de jasjes uit doen. Maar voor hier in Nederland hebben we nog even onze jassen nodig. Ja. Dus we gaan de koffers pakken. We hebben een mooie plek gevonden voor de auto. Kijk, die kan hier uitzicht kijken op de landingsbaan. Ik zie niet heel veel. Ja, hier ben ik niet. Maar dan gaan wij de spulletjes pakken. Ja, de koffers pakken. Ik zie al de vliegtuigen. Ik zie al de vliegtuigen. Die gaan die blauwe, zie je die blauwe kalem? Daar en daar. En daar ook. Ja. En wij nemen jullie mee, jongens. Wij gaan dus eigenlijk voor de allereerste keer op vliegvakantie met vier Luxies. Kinderen. Ja, en voor de eerste keer met Lucius. Ja, want Luxie, de laatste keer was jij baby. Dat was in 2018 naar Cyprus. Vijf jaar geleden, jongens. Niet zo heel erg. Toen was Luxie heel klein. Ja, dus nu is Lucius zo klein. Echt na dus vijf jaar geen vliegvakantie is dit onze eerste vliegvakantie weer. Met ons gezin van vier kinderen. Ja. Met zessen. Och. Ja, opa en oma die passen op onze dieren en het huis. En het huis, dus ja. Dus houden lekker vakantie in ons huis. We waren gisteren al bij ons gekomen, ze hadden bij ons gelogeerd. Gaan jullie mee? Ja, kom. Goed zo. Wij gaan jullie meenemen. Ja. Oeh, het regent, jongens. Lucius die zit hier lekker droog. Maar wij zijn ondertussen aangekomen in de bus. Het perfecte weer om op vakantie te gaan, jongens. Want het regenpijpen zeden buiten. Oh, maar wij hebben het gered. Wij zitten in ieder geval lekker aan de bus. Hé, hey, Luxie, deze bus die gaat rijden naar Schiphol. Ach, kijk, dat is helemaal nat van de regen. Ja, we zijn hier ja, we staan nu op een parkeerplaats. En vanaf de parkeerplaats gaat deze bus reizen dus naar Schiphol. En daar zijn we weer lekker droog. Ja, oh, kijk dat gezichtje. Hé, hey, we gaan lekker naar de zon. Hé, hey, we gaan lekker naar de zon. Wij zijn uiteindelijk... de regen getrosseerd en we zijn droog en wel aangekomen op Schiphol, jongens. Jongens, we zijn op weg naar gate nummer 2. Daar moeten we naartoe en we volgen papa. Zien jullie dat? Staat er nog ergens op de bordjes aan? Ja, we gaan het zo meteen zien. Vertrek hal 2. Vertrek hal 2, Bali 3. Ja. Waarom zijn er winkels? Voor als je even moet wachten, dan kan je hier winkelen. Oké, okay, jongens. Ja, het is ook een beetje een winkelcentrum, want ze Het is ook een winkelcentrum. Ja, en toen stonden we in de lift. Ja. Gaan we naar, waar gaan we ook heen? Trek hal 2, Bali 3. Nou, we zijn hier aangekomen. En nu gaan we zoeken waar we de koffers moeten inchecken. De grote koffers die gaan onder in het vliegtuig. En die gaan we eerst afgeven. Drie koffers gaan we onderin afgeven. Ja, je valt nogal wel mee. Ja. Het valt wel mee met de drukte, ja. Ja. Maandag geleden was het nog. Ja. Ja. De koffers op de band. We hebben er 1, 2, 3. We hebben de zwarte en dat is allemaal handbagage. En ik ga onder in het vliegtuig aan, Luxie. Zie je dit? Jongens, we zijn de douane doorheen. We hebben onze bagage ingeleverd. En we gaan nu kijken naar welke gate we precies moeten. En nu komen ze erachter waar we naartoe gaan. Los Palmas! Waar is dat? Waar is dat? Ja, dat is een heel warm. We gaan naar... Los Palmas. Gran Canaria. Gran Canaria. Ja, weet je wat het leuk is? Ja, je papa kan met een huwelijk vragen. Weet je dat nog? Van die ring? Ja. Dat is een eiland van Spanje. Die mensen die in de bus zaten. Die gaan naar hetzelfde. Ja, die komen misschien straks nog tegen. Leuk hè? C6 gaan we naartoe. Ah, 5 minuten lopen. Ja, nou daar gaan we, jongens.
hebben we gehad met de douane. Ja. Nou, mama heeft de hele tas meegenomen. Oh my. Ja, we gaan eerst even... Even lekker fruit eten. Lekker, water maar lekker, hè? Yummy, yummy. Ik zeg het smakelijk. Nog een uurtje wachten. Oh, we zitten relaxed, Luxie. Kunnen we het vliegtuig zo meteen aankomen zien rijden? We hebben wat nieuws. Buwan heeft allemaal weer nieuwe dingen te ontdekken voor zichzelf. Wat is dat? Dan zien jullie hem al aankomen, hè? Daar ergens komt hij te staan, want door die hele grote slang daar, daar lopen we zo meteen doorheen. En dan gaan we naar binnen toe. En dan komt daar het vliegtuig te staan. En gaat hij dan daar? En gaat hij daar? Ja. Zo ben ik in de vliegtuig. Ja, dat klopt. En dan gaan we zo vliegen in de lucht. Eerst door de wolken heen. Stella, is hij er al bijna? Waar blijft de vliegmachine aan? Hij komt er door de wolken zo meteen. Eén keer koen, staat hij voor ons, hè? Nou, nog eventjes geduld. Kijk jongens, daar komt hij aan. Zie je dat? Dat is het vliegtuig, liefjes. Daarmee gaan we op vakantie. Ja, vliegtuig. We lopen door de slurf. De slurf van het vliegtuig, jongen. Zie je dat? Nou, we gaan door de slurf. Op naar onze plek. Kijk, daar staat hij. Daar staat hij jongens. Ik zag hem al staan. Okay. Nou kids, zijn we bij de ingang? Zo. Nummer 10. Hallo, goeiedag. Nou, daar zit hij dan hoor. Mooi bij het raam, vriend. Doe je gordelen, hoe moet de gordel liggen? En de aantrekker. Oh, ja, de andere, nee, die andere. Ja, en dan aantrekker. Ja, met die. Oh, mooi. Ik loop allemaal verteld, jongen. Ja, ik hoor het wel. Alleen is het voor de lucht. Ik heb een doosje bij. Ja, ik heb dat nooit nodig, hoor. Dat is meer voor mama's. Nee, ik weet niet meer of Als je last krijgt, dan kun je ze in doen, maar... Ja, jongens en meisjes, ook namens de cabinewoning heeft u van harte welkom aan boord van deze Boeing 777 type 800 bestemming Las Palmas, Gran Canaria. Vliegtijd van 4 uur en 9 minuten. Ik maak erop attent dat dit niet erover is. Maak een stoering vast. Dat valt wel mee. Klap het in. Kijk, papa zit daar. Rijden wij? Rijden. Ja. Nou, in zijn achteruit en dan vooruit. En dan opstijgen. Waar gaan we naartoe? Luxie zit hier naast me. Ik hoor je wel niet. Nee, kinderen hebben dopjes in. Voor de luchtdruk van de oren. Ja. Je moet wel op schat blijven zitten, Clemens. Hopelijk kunnen ze lekker slapen. Dan heb je oorpijn. Ja, dat kan. En dan heb je er geen last van. Om de water gebruiken? Nee, ze zijn echt luchtdruktopjes. Zilla heeft een lekker kussentje. En ik heb oordopjes. Ja, ik zie leuk. Kijk. Ja? Oh, ik zal wat laten zien. Ja? Deze. Ja? Heb je een tafeltje? Ja. Zo zeker je aan eten en ja. Zo dingen. Dat klopt. En nou vouwen we even in, hè? Ze gaan opstijgen. Kun je straks lekker tegen. Ik heb daar de tassen. Daar de speeltjes erin zitten. Oh, daar gaan we, meiden. Ja! Hoe je het? Nou, meiden. Oh, kom hier. Gaan we eerst rijden. Naar een hele lange baan. En dan gaan we heel hard rijden. En dan gaan we heel hard rechtdoor rijden. En dan gaan we de lucht in. Ja, en nou gaan we rijden. En dan uiteindelijk gaat hij vliegen. Doordat hij eerst heel hard gaat rijden. Luxie zit inmiddels aan de bord. Hopelijk valt hij zo lekker in slaap, want hij heeft niet geslapen. De hele reis hierheen. Dus hopelijk valt hij zo lekker in slaap. Oh, hoe zijn dit? Hoe je dat? Dag, Nederland! Dag, Nederland!
gezellig? Ja, dan mag Lux bij het raam zien. Oh ja, mooi. We zien als ze naar buiten kijken. We zien wolken en de zee, denk ik, de vliegtuig. Ja! Denk ik, de zee. De zee. We zijn er bijna. En de lucht. Ja, de donkerblauwe is de zee. Helemaal beneden. Wat zien jullie daar, jongens? Is de zee er nu of niet? Ja, de zee. De zee, ja. Is de zee dus hier? Mooi, hè? Dit is een mooie zon op de zee. Zie je ook de wolken? Ja. Zie je ook de wolken? We zijn er bijna, Lucy. Maar ik zie nog geen eiland. Luxie ziet onze koffer, ja. Ja, met dat vliegen. Kijk eens. Ja, gaan we onze koffers ophalen. Daar zit Luxie eens kijken. Ja, jongen. Dat was een fijne vlucht. Kijk, daar is de zee al, Luxie. Oh, zie je dat echt dicht bij de zee? Nou, we gaan de koffers opzoeken. Op naar de bagageband en welkom in Las Palmas, La Gran Canaria. Nou, we zijn aangekomen bij de transfer die ons naar het resort gaat brengen, Kit. Ondertussen, jongens, zijn wij aangekomen in Gran Canaria en zitten wij in onze taxi op weg naar het hotel. Lucius zit hier naast mij, samen met Luxie en Lucilla. Die zit hier. Het is inmiddels al wat schemerig buiten, zoals jullie zien. Daniel zit hier. Mooi, Lu. Yes. Mooi, hè? Kijk dan, met palmbomen. Ik ben niet meer.
helemaal niks raar. Kijk eens. Zeg maar, gracias. Nou, we zijn aangekomen bij het resort. Kijk, Barcelo Margarita. En hier moeten we naar binnen. Barcelo Margarita. Wat is dit voor een oase? Oh, dit is een van de zwembaden. Oh. Kijk dan op wat voor een bankje jullie zitten, jongens. Wauw, kijk dan. We hebben hier even het zichtbare zwembad. Maar wij gaan eerst inchecken. En misschien dat we dit morgen gaan bekijken. Dat gaan we zo wel even bekijken. En we moeten natuurlijk ook nog wel eten. Ze zullen het nog wel zien. Nou jongens, wij hebben in ieder geval de voorkant van het hotel gevonden. Dat is hier. En hier gaan we naar binnen toe. Hé jongen? Kijk dan, een palmboom jongens. We hebben gewoon een palmboom. En cactussen. Ja, allemaal cactussen. Ja, ja, dat is een palmboom, ja. Een hele hoge. Nou jongens, hier moeten we zijn. Even op zoek naar de receptie. Van het resort, zie je het? Dat is best nog leuke bandje zo, kijk dan. Mooi! Mooi, Luxie. Wat zeg je dan in het Engels? Weet je dat nog? Thank you, zeg je dan, hè? Kijk, zelfs Luusjes krijgt een mooi bandje. Kerel, hoort er helemaal bij. Nou, Luan heeft zijn plek gevonden, hè, jongen? Lekker, hè? Ja. En Luusjes is helemaal trots dat hij ook zo'n bandje heeft gekregen. Kijk, die heeft mama ook. Dat is van het resort. Die hebben we allemaal. Leuk, hè? Dat betekent dat je bij het resort hoort. Dus all inclusive. Dan kan je overal eten en drinken. Lekker, hè? Ja, dat ruimt in. Wat vind je ervan? Ben je blij? Helemaal in jouw haar. Super blij. Ja, ben je ook blij? Oh, Luxie zit er super pijn met dit. Luxie is heel blij met haar bandje. Ja, het is ook wel echt een leuk bandje van het resort. Het is niet een plastic ding of zo. Het is echt zo'n leuk met zo'n houtje of zo erop. Ik weet het niet, hè? Ik heb een steentje. Een soort steentje, ja. Het is een soort steentje. Leuk, hè? Hey, en weet je wat het leuk is? We zijn nu aangekomen. En het is hier al natuurlijk donker, want het is natuurlijk al avond. Want we hebben de hele dag al achter de rug. Dus we kunnen nog niet helemaal zien hoe het hele resort eruit ziet. Nee, maar het is net wel mooi zwemmen. Gaan we nou goed zwemmen? Dan gaan we zeker zwemmen, ja. En het is ook vooral leuk in de avond te zwemmen, want dan zie je al die lampjes. Ja, maar ben je een beetje moe dan van de reis? De kinderen zitten vol adrenaline, jongens. Dus straks ook, toen we met de koffers moesten opwachten. Lucilla ging de handstand doen en de split oefenen. En Luxie en Lucie gingen rennen. Kijk. Helemaal vol adrenaline. Nou, ze wilde het even laten zien. Dat heeft ze helemaal op zitten oefenen. Even opwarmen. Oh. En Lucilla heeft het aan Luxie geleerd. Wauw, chill. Nou, en Luxie ernaast. Kijk dan. Goed zo. Wij staan in de lift. In de lift, jongens. Yeah. We gaan naar onze hotelkamer. Super benieuwd. Vijfde etage. We hebben twee hotelkamers. Oh, en nee. We zitten naast elkaar. Oh, ja. Ja. Dus, is dat met zo'n tussendeur? Of dat... Gaan we zien? Misschien weet ik niet. Maar misschien zitten we gewoon naast elkaar. En dan kunnen jullie samen. Ja. En we kunnen hebben we samen. Ja, ja. Ja, we gaan er weer uit. Hoppatee. Pas precies. Welk nummer is het, papa? Daar gaan we weer. We gaan weer het doolhof van de hotelkamers, jongens. Jullie kennen ons inmiddels. Oh, daar. Hij loopt met ons mee. Hij is hier al. Mooi. 507. De wax? De suitcases. Oh, de suitcases. Ah, ja, yeah, thank you. De koffers hebben ze al gebracht. Even kijken. Nou jongens, hier is onze kamer.
één van de twee kamers. Oh, buiten. Wauw, ach leuk. Oh, ze hebben allemaal lekkere dingetjes voor jullie neergezet. Heerlijk. Oh. Kijk, dan hoe leuk. Ach, wat leuk. Kijk, een lekkere televisie. Oh, die kan je hier ook slapen. Ja, het is 3x3, hè? Dit is het grote bed. Mooi jongens, superleuk. Kijk dan. Ach kijk, we hebben ook een terras. Oh, een heel groot terras. Wauw. Zie dat uitzicht. Wauw, Luan heeft zijn plekje al gevonden. Al die lampjes. Het is natuurlijk nu avond, dus we zien het nu bij nacht of bij avond met alle avondlampjes aan. Zie je dat? Even een mooie view zo. Over. Oh, daar zie ik ook een zwembad. We hebben hier dus meerdere zwembaden. En dat gaan we allemaal ontdekken morgen. Het is nu natuurlijk donker. Maar de hele week, jongens, gaan we hier alles verkennen. Alexie die heeft het pet opgedaan. Oh, een zonnebril. Die kon ik thuis niet vinden. Wat goed, heb je nou een zonnebril. Kijk hier nou. Ja, en Lucius ook. Oh, leuk. Ja. Even kijken. Wauw. Kijk dan. De maan en de sterren. Daar vlogen we door de lucht. Daar vlogen we dus straks nog. Zullen we zien misschien wel. Gek idee, hè? Leuk. En heb je hier ook nog een zitje? Kan je ook zitten? Gezellig. Heel gezellig, jongens. Een mooie badkamer. Oh, de badkamer. Die zijn we nog vergeten. Eens even kijken bij de badkamer. Kijk, hier hebben we de badkamer. Oh, leuk. Wat een gezellige badkamer. Oh, en een mooie grote spiegel. En een grote inloopdouche hier. Leuk, jongens. Nou, hier kunnen we ons wel thuis gaan voelen deze vakantie. Ja, en oh ja, kijk, dit vind ik ook altijd leuk, hè? Deze soort dingetjes. Leuk, kijk, en hebben we hier ook nog zeep. We hebben niet te veel meegenomen. We hadden ook niet zoveel meegenomen. Maar deze kamer is dus voor 3 personen. En we hebben dus nog dezelfde kamer, die zit hier exact naast. Ze zeiden, als je dat fijn, ja? Dat ze dit ook aan elkaar kunnen schuiven. En dan maak je daar een groot bed van. Kan ook. We moeten even kijken hoe we gaan slapen, jongens. Super fijn, jongens, dat we deze fantastisch mooie kamer hebben. Deze kamer hebben we dus nog een keer dubbel, ook aan die andere kant. Wij gaan heel eventjes een beetje relaxen. We hebben best wel een lange rit achter de rug namelijk. En we gaan een happy eten. Ik heb een beetje spierpijn. Spierpijn, hè? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Nou, en oh, we kunnen alvast wel even wat snoepen. Want kijk eens, hebben je oh, vette lekkere grote druiven. Kijk dan. Deze zonnebril zit ik op. Die zonnebril? Heerlijk, jongens. Oh, je hebt ook al hier super. En snoepjes. Oh, kijk daar ook. Super lief. Eerst met een fruit dansoepje. Ja, heel goed, Luxie. We verlaten weer onze mooie hotelkamer en we gaan op zoek naar het restaurant waar we lekker een hapje gaan eten. Alles is natuurlijk wel een beetje donker, dus we krijgen nu nog niet een heel goed idee hoe het er allemaal uitziet. Alhoewel moet ik er wel bij zeggen dat het er wel echt heel mooi uitziet. Dus morgen gaan we echt het hele resort laten zien en waar we allemaal zitten en dat soort dingen. Ga je ook op de knop drukken? Kijk eens jongens, Luxie zult ook op de knop drukken. Welke gaat open? Nee, mama. Oeh, welke gaat deze open? Deze gedrukt. Oh, deze gaat eerst open. Kom maar, Lucius. Mag nou Lucius op de knop drukken? Want vindt Lucius ook leuk natuurlijk. Maar op de nul. De... Goed zo. Mag jij straks weer als we weer naar boven gaan? Goed? Allemaal op de knop drukken. Ik heb het toch echt zo warm als hier is. Het is hier lekker warm, ja. Ja, eerst weer lekker wat eten. Jongens, want dat hebben we toch goed gedaan. We zijn trots op jullie hoor. Absoluut. Hoe we de eerste vliegreis hebben gedaan met 4 kinderen. Mensen ook al die ons zagen lopen, die gaven ons een complimentje van jullie doen het heel goed hoor. Dus het was heel leuk om te horen. Heel goed gedaan. Nou, op zoek naar het restaurant. Hallo, hallo. Ja. Nou, even een. So you can open with the room key card also, okay? With this one. Ja, en je kan hier de stairs op, hè? Yep. Ja. Ik moet zeggen dat dit wel heel romantisch is, hoor. Kijk dan, we lopen gewoon tussen de palmbomen. Ja, ik weet niet of dit goed te zien is in de vlog. Maar, oh, kijk de maan. Dat is heel mooi. We zien de maan. Oh, heel erg mooi daar. Het is een lachende maan. Palmbomen. Het is hier warm. Het is hier heerlijk. Kijk, we zitten hier bij het is echt heel mooi.
Wauw. Ja. Het is een lachende maan. Ja, het is een half maantje inderdaad. Een mooie maan. Dat is de maan. Dat is de maan, jongen. Kijk, en daar is het restaurant, zei hij. Kijk, en dit is even het hotel vanaf de andere kant. Maar het hotel bestaat uit 3 delen. En wij zitten dus in dit deel. En wij mogen overal bij die andere resorts ook komen. Dat zit aan elkaar gekoppeld of zoiets, zei die, vertelde die net. En met dit bandje kun je dus overal naartoe. Dat is een beetje wat hij net uitlegde. Oh ja, hier moeten we door het deurtje heen. Oh kijk, heb je ook een zwembad. Kijk, heb je ook een zwembad, zie je dat? Kijk, dan lopen we hier doorheen. Mooi. Zie je dat? Dat is het zwembad, maar daar gaan we morgen naartoe. Ja, morgen. Nee, dat is niet gevaarlijk. Kom, we gaan eerst even lekker eten. En dat doen we hier. Bij dit restaurant. Mooi, hè? Mooi, hè, jongen? Luusjes kijkt ook zijn oogjes uit, denk ik. Die heeft helemaal geslapen in het vliegtuig. Die heeft energie voor 10. Kijk, gaan we hier eten. Het uitzicht op het zwembad. Wat willen jullie drinken? Wij hebben hier nog een tafel gekregen. Ze zeiden dat je dus kunt reserveren op een app. En dan kun je dus je plekje doen. Maar omdat we dus net zijn aangekomen. Jan Pan begint weer. Maar omdat we dus net zijn aangekomen, hebben wij dus niet kunnen reserveren. Vandaar dat wij hier even een plekje hebben gekregen. 200 tafels bij elkaar. Maar wel, jongens, met uitzicht op het zwembad op de achtergrond. En het is dus een buffet. En we gaan kijken wat voor lekkere dingetjes we hebben. Ik ben heel benieuwd. We hebben heel trek in de buik. Dus het zal zeker goed komen. Ik heb ook een blaar op. Blaar? Oh ja, jongen. Je hebt best wel wat kilometers afgelegd, hè? Ja, ook van de auto lopen naar... Ja, dat is zout, liefie. Dat is geen suiker. Dat is een beetje zoutig. Maar de dop zit erop. Ja, de dop zit er wel op. We gaan eens even kijken, jongens, wat we hier voor lekkere dingetjes kunnen halen. Kijk, daar is het buffet. Kijk, dit is een afdeling. Alle dingetjes. En we gaan daar ook even kijken. Kom maar. Oh, kijk eens, hier kun je ook ijsjes, zie je dat? Als toetje. Als toetje. Even kijken. Kijk jongens, hier hebben we allemaal lekkere dingetjes. En zelfs met frietjes, jongens, voor de kinderen natuurlijk. En hier allemaal lekkere dingetjes. Kijk dan, helemaal vol. Dit ziet er wel echt heel erg lekker uit. Priscilla heeft een bordje al. Nou jongens, dat wordt even lekker een bordje op schippen, hè? Zie je dat? Zelfs met snoepjes. Oh, dit zijn de toetjes. Even een overview, jongens, van wat er allemaal is. Heel erg lekker. Ziet er lekker uit, hè? Ja. Bijna fijne aanbroek. Over het mooie, prachtige, warme Gran Canaria. Ik zeg, hey kids, proost. Zo gaan we weer samen zijn. Van papa Rari die met z'n tweeën gaan weer geweest. Met z'n zessen. En dan gaan we heerlijk van genieten. Wij gaan even eten en dan is de dag ten einde. Morgen gaan jullie alles met ons zien in mijn leven. Vonden jullie het leuk om te zien? Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje. En zie je morgen weer. Tot morgen. Want de tijd vliegt snel voorbij.